Yo, wat up kijkers van Gonzi Games, welkom bij een nieuwe DHD Survival Tour. Ja, een beetje een toertje van mij. Het is ook even snel een update video over wat er nog allemaal gaat komen op mijn kanaal. De volgende, ik ga met de ene survival race wat ik met Jerry doe, daar ga ik mee stoppen. Waarom? Ik heb nog twee survival races eigenlijk gelopen. Ik heb het op een DHD server en natuurlijk dan mijn eigen servertje, maar... Dat betekent niet dat er wat anders voor terugkomt. Er komt een nieuwe serie. Komt ook met 1.7.2. Alleen dat komt met meerdere mensen. Dus daar komen binnenkort ook... kunnen mensen die een kanaal hebben bijvoorbeeld, die kunnen daar mee helpen. Maar die info, dat horen jullie snel weer van mij. Dat is sowieso... komt de eerste video daarvan komt deze week online. Het wordt wel een survival, weer een survival server. Alleen je moet het rekenen dat we uitdagingen gaan maken. Elke keer als iemand nieuw is, die gaat een uitdaging verzinnen wat wij eigenlijk moeten doen. Bijvoorbeeld, vind binnen zoveel minuten diamonds, vind binnen zoveel minuten een schaap, ik zeg er wat. Dat soort dingen dus. Maar dat horen jullie binnenkort wel. Die deel komt als het goed is één deze dagen gaat het online komen. Maar ja, het is nog steeds de DHD survival serie. Dus we gaan even kijken hoe ver we nou zijn met ons stadje... Dragorim. Had ik het genoemd. Ja, de muur is een beetje opgeblazen door de creepers. Alles is hier beveiligd. Je mag hier natuurlijk niks kapot maken, alleen als jaar hadden ze de creepers eigenlijk ook met uitzetten. Zoals jullie zien, denk ik van wauw, what a weed. Ja, dat is inderdaad heel veel weed. Het is meer voor de sieraars bedoeld. Het is de bedoeling dat dit helemaal vol komt met weed. Nog veel meer drijfs helemaal omheen. Dan komt er bovenop, komt dus die molen. Zoals jullie zien zit er hier al helemaal omheen. Daar werken we wat aan en binnenkort, dus we gaan het ook laten zien van hoe we dat voor te doen en noem maar op, want hier komt door echt de survival reeks op. We hebben alweer wat schaapjes gekleurd zoals jullie zien, we hebben rode schapen, blauwe schapen, gele schapen, witte schapen, god, gaan we een nummer mee beginnen man. Ik wil jullie even wat nieuws laten zien wat ik heb gemaakt. Wat is dit? Dit is een automatic farm. Eén gedeelte heb ik dus net al gedaan, want dat was iets kapot. Maar dat laat ik jullie even zien, van hoe dit werkt en zo. Heel simpel eigenlijk, er staat hier een lever. Zodra je die omhaalt, dan komt overal water vrij. Zoals ik al zei, overal komt water vrij. En het water blijft ook mooi overal steken. De potatoes en alles en de bottles zitten hier. Heel simpel eigenlijk, je laat hem gewoon even doorgaan, even een tijdje, dan gaat alles gaat weg. In bepaalde stukken zijn niet, die zijn nog een beetje gedrukt, maar ja, dat is even de testfase. Dan drukken we ondertussen hem uit, dan gaat het water gaat weer weg. En dan kunnen we alles weer oprapen. En toen moet je alles weer met de hand planten, daar zijn helaas nog geen methodes voor, jammer genoeg. Ja, zoals je ziet heb ik al aardig weer wat opgepakt, het farmt heel snel. Het is alleen een kwestie van alles weer even herplanten en zo, maar dat is in principe zo gedaan. Dat is nooit een punt, er moet natuurlijk wel een beetje werk in blijven. Ja, zo heb je ook wel eens mensen die vinden het leuk om wat kapot te maken en is alles weer weg. Ik heb al een paar keer iemand betrapt. Dat is gewoon jammer. Nou, dit is in ieder geval dus die farm. In principe kan je daar gewoon, er komen daar de potatoes weer en je kan gewoon alles weer herplanten. Dus daar gaan we gewoon eens weer herplanten. Dat doen we zo meteen wel even. Het volgende wil ik jullie mijn volgende automatische farm even laten zien. Dat is een pumpkin. Er komt hier nog een gedeelte bij natuurlijk, heb ik nog een beetje vergroot. En een melon farm heb ik gewoon in een laag gemaakt. Ja, je kan hem op verschillende manieren ijs maken, maar ik heb het zo gedaan. Ik maak het ook weer met het science, zodat het ijs hier straks invalt. Alles is op één level gemaakt. Dus het is eigenlijk... En dan wacht je even en dan langzamerhand... zoals jullie zien valt het langzamerhand wel weer naar beneden. Dat is overal en ik zie dat daar volgens mij een blokje mist. Of dat ligt aan mij. Nee, dat ligt aan mij. Ja, zoals je ziet, alles valt gewoon hierin. Heel simpel eigenlijk. Het is een heel simpel project om te maken. Ja, willen jullie binnenkort een keer tutorials hiervan? Laat even achter in de reacties. Dan ga ik er eens even een keer naar kijken. Dat kan altijd, geen probleem. Voor de rest, zoals ik al zei, ik ga gewoon weer verder met survival op... Ik ga gewoon weer verder met survival op deze serie, aan die andere stap ik mee. Maar er komt iets compleet nieuws, iets anders dan ja, de standaard survival race. Ik snap gewoon even het zin niet van om plus nog een survival serie te beginnen. Want ja, het blijft eigenlijk hetzelfde om zo te zeggen. En ja, dat is natuurlijk niet leuk voor jullie.
Die andere serie doet Jerry natuurlijk ook weer mee. Verschillende YouTubers gaan meedoen eigenlijk. Ook nieuwe YouTubers die eigenlijk net beginnen. We steunen elkaar gewoon om, ja, om zelf weer wat groter te worden natuurlijk. Dat is altijd lastig. En voor de rest, ja. Vertel ook eens een keer wat willen jullie zien eigenlijk van de DHD server. Heb ik al gezegd, bij 150 subs ga ik een invite weggeven. Ik heb er nou 130 en ja, ook maar de 150 zodat ik het weggegeven natuurlijk. Dat is altijd super, maar ja, ik vind het ook altijd tof dat jullie nog steeds altijd mijn video's bekijken. Ik doe natuurlijk ook allemaal voor jullie. Daar doe ik het gewoon natuurlijk. Ik vind het zelf heel leuk om te doen om video's te bewerken, om video's voor jullie te maken. Ja, wat lijkt jullie een keer leuk om, waar moet ik een keer een video van maken? Wat voor game bijvoorbeeld? Ik heb ook nog steeds, daar ga ik binnenkort ook wat mee beginnen. Ik heb Garry's Mod. Ja, wat moet ik daarmee doen eigenlijk? Moet ik Prop Hunter spelen? Moet ik Trouble in Terrorist Town spelen? Noem maar op, er zijn zo verschillende dingen wat je er eigenlijk mee kan doen. Ja, binnenkort, ik ben nog steeds bezig hier om wat te bouwen. Zo. De stad wordt steeds groter. Dat ga ik nou veel meer filmen. Waarschijnlijk hangt er vanaf hoeveel likes ik krijg, ga ik het 2 keer per week doen. Dat wordt dan bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, maandags en vrijdags of zaterdag ofzo. Voor de rest met mijn kanaal, Joey heeft ook nog zijn eigen serie. Daar komt binnenkort ook weer een nieuwe van online Hardcore Survival 2. Wat hij in zijn eentje doet. Misschien wel met meerdere mensen binnenkort. Dat is nog een vraag. Ik heb ook wat nieuwe mensen gevraagd voor de nieuwe serie. Ik ga binnenkort ook een serietje doen met Wouter. Van HD Game Content. Daar ga ik ook binnenkort nog wat mee doen. Dus dat komt ook allemaal wel goed. Ga ik binnenkort wat serietjes opnemen met Rico. Of Ricardo is een echte naam van Lil's Gamingcast. Die link zet ik hieronder ook nog even in de beschrijving. Abonneer ook even op zijn kanaal. Hij is nieuw begonnen. Het is wel een Engelse kanaal. Maar bij mij gaat hij op deze serie zeg maar een Nederlandstalige serie en zo doen. Dus dat, misschien dat ik hem ook wel op zijn kanaal nog wat ga doen. Maar dat horen jullie allemaal nog wel. Dus, wat willen jullie de volgende keer zien? Laat even achter in de reacties. Want ja, dat is altijd weer de vraag van wat moet ik doen? Wat moet ik dit doen? Moet ik dat doen? Ik heb bijvoorbeeld ook nog bepaalde Xbox games wat ik nog graag voor jullie wil doen. Ik heb zelfs nog wel Turtles, noem maar op. Echt die oude games heb ik nog wel. Dus gewoon even de vraag van wat willen jullie dat ik ga doen? Voor de rest, Jerry is er vandaag even niet bij. Die heeft het te druk op school momenteel. Maar die is de volgende keer er weer bij. En misschien ook wel met iemand anders opnieuw. We hebben ook een nieuwe bewoner erbij gekregen. Een nieuwe bewoner die is al een tijdje bezig geweest. Dat is Falco. Die helpt ons hier nou ook druk. Dus dat is helemaal super. Een jonge jongen. Ik weet niet hoe oud hij ongeveer is. Maar hij bouwt hier ook gelukkig. Dan hebben we Joey natuurlijk nog. Goed bezig met survival resources halen. En van alles en nog wat. Dus die heeft ook een kanaal, Dutch Silver Games. Weet je wat ik doe? Ik zet al die kanalen zet ik al even neer hieronder bij de beschrijving. En dat moet het wel goed komen. Ik wil zeggen, bij 150 subs ga ik een invite weggeven voor de DHD server. Dus lijkt je tof om op deze server te komen. Laat daarna even achter in de reactie van waarom je bijvoorbeeld dan wilt joinen als je 150. Als ik 150 subs bijvoorbeeld heb. Maar dan komt daar een speciale video van online. Dus zorg ervoor dat je deze video even geliked hebt. Bij je favoriete gedeeld hebt. En natuurlijk tegen iedereen zeg over dit kanaal. Want hoe sneller we 150 halen, hoe sneller de invite natuurlijk komt. Ik kom binnenkort weer allemaal nieuwe series dus online. Dat komt allemaal wel goed. Maar vanaf nu wil ik zeggen bedankt voor het kijken mensen. Tot de volgende keer. En bij meer Minecraft plezier. Jongens, later.